Hallo, we zijn aangekomen in het huisje. En we hebben lekker bills gekregen. Bills. We gaan pop some bottles. Hoe heet dat? Want het is 10:10 nu. En wat is er in Poenda, toch? Ja, er is in Poenda. Ik denk Poenda en Otterwanda. Of alleen Poenda. Nee, Otterwanda. Ik weet het niet. Brionplein. Ja. Otterwanda is er denk ik iets. Want ja. Ze vieren dan 10:10:10. Ik weet niet wat de lijst wordt. Ik vraag het even aan oma. Oma, 10. Wat betekent dat? Pico di Corso, no? Niet onafhankelijk. No, no, onafhankelijk. Gescheiden van Nederland. Van Nederland met zelfstandigheid. Oké, leuk. Nou, dat vieren ze dus vandaag. En dit is dus het huisje waar we in zitten. Het is kapot mooi. Ik heb het al laten zien. Ik heb al een rondje gelopen. Voordat we alle koffers hebben gegooid. Omdat we gelijk doorgaan. Dus we gaan eventjes snel toch even opfrissen. Want het is om 10 uur afgelopen. En het is nu 9 uur. Dus... Mijn moeder moet even de sleutel pakken. Maar gaan we nou die fles poppen of... Ja, nee, ik ben nog bezig met die kinderen die emancipatie. Ja, maar dat kan ik niet tegen mijn Nederlandse volgers vertellen. Nee, emancipatie. Emancipatie. Gescheidenheid. Vrijheid. Oh ja, ik zal jullie ook nog even onze wakkie laten zien. Oh, ze gaat de bodden poppen. Kan je dat dan? Opeens. Nee, natuurlijk niet. Oma, het is hier 40 graden. Ja, we zijn toch maar met z'n drieën. Oké, dat is 1. Moet je wel schoonmaken dan? Voordat we mieren hebben. En de kakalakas, die vliegen. Nou, die kakalakas. Dat weet je niet. Maar we gaan gewoon proosten pas zonder dat dingen kaas. We hebben een huis. We hebben een huis. De dos naar Chiquito. Ja, niet. Bye, mama. Proost. Asine. Godverdamme. Lekker. Nou, we hebben in ieder geval het huis geblest. Oké, ik ga jullie even snel de auto laten zien. Oh, want we gaan natuurlijk weg. Maar dit is onze waggy. We rijden lekker hoog. En dit is dan de voortuin. Alles goed beveiligd. Alarmsysteem en alles. Oké, maar in ieder geval. Wij gaan ons even klaarmaken. En dan zie ik jullie. Dan zie ik jullie straks. Hoi oma. Hoi. Zo droog. hoe heet het hier? Otterwanda, hè? Ja, Otterwanda. Het is Brionplein, maar het is ook Otterwanda. Poenda is een stad. Hey. Ik zeg jullie eerlijk, ik weet nooit welke is, maar we zijn dus nu op Brionplein bij Poenda. Er zijn allemaal gezellige dingen, maar de brug gaat niet dicht, omdat het te druk is. Dus blijven we aan deze kant van het eiland. Ja, naar de overkant blijft geen nut, denk ik. Nee, hij gaat er sowieso vast komen te zitten. Gaan we alles gewoon hier drukken. Dat heeft geen zin om... Dan zouden we over die brug daarachter, die je daarachter zit... Zouden we overheen moeten gaan. Ik ben mijn bril vergeten, maar goed. Dat doet er niet toe. Ja, dan zouden we met de auto daar overheen moeten gaan. Maar dat heeft geen zin, man. Want nu is het al druk hier. Dus we gaan gewoon hier lekker even een drankje doen. Met de fam. Schip langs, die heeft ons geflasht.
Want we dachten dat we niet meer aan de overkant mochten komen. Ik weet niet hoeveel het er waren, want ja, ik ken deze muziek niet. De genre? De genre carnaval ken ik niet. Ik ga stuk. Tumba. Nou, we gaan nou even trucje pang halen. Want we hebben een beetje hambristis. Wat gebeurt daar? Dat was gewoon de zee. Anyway, we gaan even trucje pang halen. Want we hebben honger zo. Die brug die gaat helemaal tekeer. Wat is dit? Alarm van de brug? Nee, dat is... Politie. Call the popo. Hoi, hoi. Nou, hebben we dat ook meegemaakt. We gaan nu weer terug naar de auto. En dan gaan we wat te eten halen. Want we hebben echt honger. En de kinderen zijn ook moe, wat ik ook begrijp. Want ja, wie gaat er nou vanaf de airport zo naar een vissa, hè? Ik weet nog steeds niet wat het eigenlijk is. Ik zag 10-10 Celebration. Nou, maar wat nou die 10-10 inhoudt? Ik weet van heel dat waar we waren, is dat ze de carnavalskleding van volgend jaar gaan laten zien. Van februari volgend jaar. Ja, maar dat is niet en dat is een hele happening hier. Dat ze dan de hele intro en muziek. Ja, maar dat is toch niks te maken met die datum? Ja, maar dat is wel wat ze hebben gedaan. Dus ja, ik snap het ook niet, maar het is wel wat ze hebben gedaan. Anyway, we zijn over de brug. We gaan naar de auto en we gaan wat eten. Goedemorgen! We zijn nu weer terug bij een nieuwe vlog. Hoi! We gaan lekker, wat gaan we halen? Batido! Batido! Hoi Jenny! Hoi! De mensen die Nederlands praten en geen papiermens verstaan. Ja, batido is milkshake. Is het ook een soort van ijsje? Nee, het is milkshake. Dus dat is die mango. Pakje. Aardbei. Oh, aardbei of mango? Ja. Klein. Chiquito. Dat is mango. Oh, aardbei, zie. Dat is dat chiquito, no? Chiquito. Is dat een micro pagan aan het pakken? Otra mango, leche y sí. Sí. Con otro strawberry y leche esa. Voy a comenzar chiquito. Hier op de volgende oma.
Marlena. Zo, we zitten in de auto. Auto was. Ja, hier hebben ze ook een Bob auto. Ik ga stuk. Vraag me af of ik met mijn pasje van Bob hier ook kan wassen. We gaan nu naar onze Santa Maria. Ja, we gaan naar Santa Maria, naar onze opa. Mijn oma de schatje. Hallo. Hallo. Jij zeggen hallo. We gaan even opa groeten en ik heb wat leuke t-shirtjes voor hem meegenomen. Ik hoop dat hij ze leuk vindt. Want... Ja, dat denk ik wel. Hij is best wel... En ik had ze gewoon in... ja, dat wel. Maar hij moet ze wel gaan dragen, want anders is het echt zonde. Maar gewoon uit de prior. Gewoon van die simpele shirtjes. Mijn opa gaat toch niet de deur uit. Hij gaat alleen maar bij de snack staan en... ja, je kan gaan. Hij gaat alleen maar bij de snack staan, dus ja. Dan kunnen we gewoon... Oh ja, en dat wat Deetje net zei. Voor de Nederlandse mensen die kijken, een snack is een soort van barretje. Snackbar, maar heel anders. Met veel mogelijkheden. Mogelijkheden. Oké, maar we gaan lekker door tot vandaag. En we gaan eerst naar mijn opa, dan gaan we naar Mangusa Hyper. Dat is gewoon een supermarkt. Ja, de grote supermarkt. Ja, de grote supermarkt. En daarna gaan we lekker naar de zee. We zijn al ready, want we hebben allebei onze badpak aan. Kindjes ook. Zwembroek. Alleen oma moet nog even omkleden zo meteen. Dan gaan we lekker naar de zee. Kijk, opa heeft zo'n oude telefoon. Doet hij het dan? Nee, hij doet het niet. Tuurlijk doet hij niet. Wat voor werk deed opa bij Shell dan? Want mijn opa heeft bij de Shell gewerkt. En dit was zijn telefoontje bij de kantoor. Planning. Op kantoor. Stop. Ik ga straks van de zee foto maken. Maar het achternaam van mijn weg. Ik hoor een zoveel verband van de people. Achter je naam. En mensen horen zo. En we zijn bij Mambo aangekomen. Ja, maakt mij niet uit. Maakt mij niet uit. We zouden eerst naar de supermarkt gaan, maar dat doen we wel na Mambo, want het is te warm en die kinderen zijn niet meer te houden. Dus we gaan nu even een lekker plekje opzoeken. En dan gaan we lekker hier zo. En dan gaan we lekker hier aan het strand liggen. En daarin. Jullie zijn echt op je druk. Ja. Wie? Wat? Kan je die pakken? Hard kijken, mevrouw. Ja. Allebei. Dank je. Maar waar is die luchtbedje? In die pas daar. Is hij opgepompt? Is hij opgepompt? Is hij opgepompt? Ik heb hem. Oké, man. Maar is hij opgepompt? Nee. Het prikt in mijn ogen. Ja. Het komt in mijn neus. Ik wil Shannon Boy. Waar is Shannon Boy? Hallo, je bent Shannon Boy, kom! Dan gaan we naar de lievelingssupermarkt van die tante. Ja, waar je moeder een speciale outfit voor had, maar die heeft ze gisteren al aangetrokken. We zijn nu bij de Mangusa. Hypermarket. We zijn al naar het strand geweest. Ik heb mijn haar lekker weer hoog, want veel wind mensen. Maar we gaan lekker in de supermarkt dingetjes halen om in huis te zetten. Want we natuurlijk in dat huisje zitten. Even kijken wat we kunnen halen allemaal. Dus ja. Mijn moeder is er ook met mijn tante. Die komen dus ook zo gezellig mee. En oma is er ook gezellig bij. Oma wil niks missen, hè? Oma is overal erbij.
We zijn ook al langs onze opa geweest. Oh ja, daar heb ik jullie die telefoon laten zien. Opa zei dat hij, wat was die? Planner, toch? Planner bij de Shell. De Shell. Ja. Maar hij heeft ook lesgegeven volgens mij, toch? Ja, dat weet ik niet. Oma, opa had ook lesgegeven, toch? Huh? Bij Shell. Hoeveel jaar heb je toch maar niet meer van Fred hebben? Planner? Dat heb ik hem toen de les. En hij gaf ook les? Oké. Ja, die kinderen doen echt alsof ze Cura kennen, hè? Ze lopen de hele tijd vooruit, denken dat ze de weg kennen. Zullen we een karretje nemen? Kan ook beneden. Oké. Geef ze een uitnemen. Oh ja. Als het, dat was vorig jaar zo, maar we weten niet of het niet. Nou, dat was januari zo. Oké. Okay. Ja, jij bent januari geweest. Ja. Oké, daar we gaan kijken. Nou, dan nemen we jullie gewoon lekker mee in de winkel. Kijk, daar gaan ze hoor. Dat is het daar gaan ze, ja. Daar gaan ze. Mijn Johnny, wil je ook niet die dan? Die ene kleine die kan het altijd komen. Die dan? Die zijn ook lekker, hè? Ik ben geen worst. Jawel. Nee. Mooi uitzien. Welke smaak? Een overleg met z'n tweeën even. Welke smaak willen jullie? Ze hebben ook boven nog kersen. Deze. We hebben appeltje gekozen. Ja? Wel aardbeien is goed? Nou, je klinkt niet echt alsof je er blij mee bent, jongen. Oké, bang bang. Deze dan? Dat ben ik ook niet. Je bent niet blij? Waarom niet? Nee. Oké, maar ik had je gezegd om te overleggen. Oké, kies jij dan een smaak ijsjes. Oké, ze hebben deze. Ja? Wat voor ijsjes is dat? In Nederland kost dat al bijna 4 euro. Dan is het sowieso hier 20 gulden, man. 12 gulden? Goudé. Zet. Raak is bij ons sowieso 2 euro. Dus dan is die hier 7 gulden. Wil je die? Oké, jij mag die kiezen. Oké, bon. Die gaan we thuis in de vriezer doen. Gekke prijs hebben ze hier. Dit is wel goedkoper hier. Dit is gewoon hier zo. Dat is omgerekend 85 cent of zo. Nee, minder. Mag ik deze? 70 cent. Nee, ik heb Kool-Aid voor jullie gehaald. Jullie gaan... Dit is omgerekend. En we hebben Fria. Nou, die ding met poeder en met water. Oeh, lala. Het ruikt hier zo lekker, hè? Deze? Hey, hallo. Wat ga je pakken? Want het is een bukzak bij Pieke. Kom eerst erin. Wat moet je doen? Ik kom met Curaçao en ik kom van Pan Francis. En ik kom van Pan Francis. Die broodjes zijn lekker warm, man. Deze. Dit is zo'n gevalletje. If you know, toch? Kapot lekker. Kleine taakjes. Met de helper. Ja, die doet helpen met inpakken.